Hallo allemaal, ik ga in deze tutorial uitleggen hoe je Stargazer gebruikt. En dat is een heel fijn package, want dat genereert allemaal automatisch hele mooie tabellen voor je. Dus dat is, je kunt die tabellen ook met de hand maken. Daar heb ik er heel veel van gemaakt in mijn leven, maar dit gaat veel, veel sneller. Dus ik laat je even zien hoe dat werkt. Ik begin op dezelfde manier met de GSS-data, zoals je kunt zien in tutorial 1, als je wil weten hoe dat werkt. Ik ga voor dit keer niet in op de inhoud, op de modellen. Ik ga puur in op op de rapportage, hoe je het rapporteert. Dus ik heb levenstevredenheid, ga ik even gebruiken. Heb ik al eerder gebruikt. Spiegel ik. En ik heb een aantal onafhankelijke, redelijk willekeurig, onafhankelijke variabelen gepakt. Leeftijd, gezondheid, klasse. Iemand geboren is in de Verenigde Staten. En church attendance, kerkgang. Oké, en er zijn vaak minimaal twee soorten tabellen die je wil maken. Ten eerste presenteer je vaak een descriptive tabel in de methodesectie van een paper. En ten tweede presenteer je natuurlijk de resultaten. In ons geval zijn het vaak regressiemodellen. Oké, allebei die tabellen kan Stargazer heel mooi en heel goed maken. Ten eerste de descriptives. Was wel een verrassing overigens. Dus wat je steeds doet, is je zegt Stargazer, dat is de functie, en dan geef je de data op, de data die je wil gebruiken. In dit geval is dat die hele sliert van variabelen. En dan geef je op wat voor soort output hij moet genereren. Dus in dit geval heb ik gezegd, en dat kan je het beste altijd doen, volgens mij. Type is HTML, maak er een HTML-bestand van. En schrijf dat naar dit document, descriptives.html. Moet je overigens wel even opletten dat je, als je bij files bent, dat je hier in je working directory zit. Eventueel kun je op het wieltje klikken en zeggen go to working directory. Anders dan mis je de file zo meteen. Maar ja, de verrassing was dat dit eigenlijk niet werkt. Als ik dit draai, krijg ik geen foutmelding, weliswaar. Maar als ik op die descriptives klik en ik zeg view in webbrowser, krijg ik alleen titels, maar geen statistieken, helaas. Dus misschien doe ik hier iets fout, weet ik niet precies, maar ik kreeg dat op deze manier niet aan de praat. Maar als je, dus de input is hier een tuple. Dus een tidyverse versie van een data frame. Ik zag wel dat als je het gewoon terugvertaalt naar een regulier data frame, met de functie as data frame, dan draait Stargazer daar prima op. Dus ik heb hier een tijdelijk bestand gemaakt met die variabelen die ik gebruik. Daar functie class op draaien, dan zie je ook dat die class is nu een data frame. En ik stop dat in Stargazer, die sliert variabelen. Dan werkt het wel. Even kijken, descriptors, webbrowser. Kijk, dat ziet er een stuk beter uit. Oké, nou, er zijn een hele hoop dingen die je hier aan kunt instellen. Kijk maar eens in de help vooral. Als je vraagteken Stargazer intypt, dan zie je daar echt een enorme rij aan argumenten die je allemaal kunt instellen. Dus op zich kun je daar best eens een keertje op gaan puzzelen, maar het is een behoorlijk verhaal. Dus ik dacht, ik laat even een paar standaard dingen zien die je op weg helpen. Ik wil bijvoorbeeld graag afronden. Nou, dat kan je doen met het argument digits. Twee decimalen in dit geval. Ik wil daar ook graag een titel boven. Nou, dat doe je met het argument title. Als je dit draait, dan zul je zien dat ziet er al een stuk netter uit. Titel erboven en wat opgeruimd door de afronding. Een van de dingen die nog niet netjes is, zijn al die labels. En dus ook dat kun je instellen, de labels van de variabelen die in de tabel zitten. En dat doe je met covariate.labels.
Dus ik kreeg een lijst met labels. Even netjes pakken zoals altijd als je een lijst ergens aan toekent met een C. Dus een vector met labels. Even weer opnieuw draaien. Even kijken wat er is gebeurd. En nou, volgens mij heb je hier iets waar je, ja, wat je kunt. Zou kunnen publiceren in een rapport of in een thesis. Oké, dus dat gaat heel soepel. Dan zal ik die tweede ook nog even laten zien. Dus stel je hebt een paar regressiemodellen. Gaat het nou niet echt om, maar zeg maar, we zeggen model 1 is voorspeld tevredenheid op basis van health en church attendance. En model 2 voorspelt tevredenheid op basis van diezelfde variabelen, maar ook age, class en geboren in de US erbij. Nou, vaak heb je wel een soort van opzet waar je tabellen met elkaar wil vergelijken en modellen met elkaar vergelijken. Dus het is handig als ze in één tabel komen te staan. Heel makkelijk in Stargazer. Je zet gewoon Stargazer-functie, naam van het model 1, naam van het model 2 en weer the usual. Type is HTML en de naam van het bestand. Nou, eens kijken hoe dat eruit ziet als je alleen dat hebt. Recht.html in de browser. Is al een heel aardig eind in de richting van wat je zou. Of wat je ziet in een wetenschappelijk tijdschrift. Het ziet er al super netjes uit. Uitgelijnd. Asterisken of sterretjes voor de significantie. Maar er zijn wel een paar dingetjes die ik liever nog wat netter zou zien. Onder andere de bovenkant. Dus dit zie je eigenlijk nooit echt zo dependent variable. Ja, het kan, maar meestal zetten we een titel boven met wat in de tabel zit. Nou, doe ik door het argument dep var caption op leeg te zetten. Twee aanhalingstekens. En dep var labels included op false. En dan in plaats van een titel erboven. Title is en dan de titel. Ik heb hier even paste gebruikt omdat het anders helemaal van het scherm afvalt. Dus het enige wat die paste-functie is, doet om die twee aan elkaar plakken. En dan heb je al best wel. Oh, dit gaat een beetje te snel. Heb je al best wel een fatsoenlijke tabel. Titel erboven. Er staan een paar dingetjes. Eén is, er staan hier wel heel veel statistieken. Dus daar mogen we er best een paar van weglaten als we die niet gebruiken. En de labels, die moeten echt duidelijk nog een stukje netter. Nou, omits dat is een argument, daar kun je van alles mee weglaten. Kun je zelf opzoeken wat die afkorting betekent in de app. Bijvoorbeeld een F-toets en een R. RSQ van de R-square. Dus daar ga ik wat dingetjes van weglaten die ik niet nodig heb. Er staat nog een adjusted R-square in, dat je zo meteen ziet. En ik kan het nog wat verder uitbreiden door ook weer dat wat we boven hebben gezien, dat covariate.labels op te geven. Dus een rijtje labels op de volgorde van de data die we erin hebben gestopt. En als we dat draaien. Dan zien we hopelijk een keurig nette grafiek of een keurig nette tabel. Ja, dus dit is iets wat je met goed fatsoen in een rapport of thesis of paper of wat dan ook kan stoppen. Je hebt alle belangrijke informatie erin en het ziet er gewoon heel netjes uit. En mocht er een keer nog iets veranderen aan je model, dan met één keer dit opnieuw uitdraaien heb je een nieuwe tabel. Dus super handig volgens mij. Oké, okay, succes.